De stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie ondersteunt ondernemers bij het opwekken van hernieuwbare energie. Want samen met u wil het ministerie van Economische Zaken ons land duurzamer maken door steeds meer elektriciteit, gas en warmte te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Biomassa, geothermie, water, wind en zon. De subsidieregeling is voor heel ondernemend Nederland. Van het midden- en kleinbedrijf tot grote bedrijven, instellingen en non-profit organisaties. Hoe de subsidieregeling werkt, dat weet u over vier minuten. Duurzame energie opwekken is vaak duurder dan energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoedt STE Plus tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De onrendabele top. Het is een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van meerdere jaren. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? Dat hangt onder andere af van de ontwikkelingen van de energieprijs. De marktwaarde van energie wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie u krijgt. U ontvangt immers meer van uw energieafnemer. En andersom, bij een lagere marktwaarde krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer. De subsidie vergoedt het verschil tot een bepaalde ondergrens. Dit noemen we de basisenergieprijs. Als de marktwaarde van energie gelijk of lager is dan de basisenergieprijs, neemt de subsidie niet verder toe. Hoeveel subsidie u krijgt hangt ook af van wanneer u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag. In 2017 zijn er twee openstellingsrondes. Elke ronde heeft drie fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later in een ronde u de aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen, tot een maximum. Elke technologie voor de productie van warmte, elektriciteit of gas heeft zijn eigen maximum basisbedrag. Een voorbeeld: elektriciteit opwekken uit zonne-energie is duurder dan warmte opwekken uit biomassa. Dus is de kostprijs per energieeenheid voor warmte uit biomassa lager en is de maximale STA-plus-bijdrage eerder bereikt. Ook kunt u in de vrije categorie een aanvraag indienen. Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt is lager dan het maximum basisbedrag. Dit geeft u de kans om uw aanvraag nog meer toe te spitsen op uw business case. Door uw project met een zo scherp mogelijke prijs in te dienen, maakt u meer kans op subsidie. Stel u vraagt in 2017 in fase 3 subsidie aan voor zonnestroom. Het maximum basisbedrag is 11,7 cent per kilowattuur. Dit bedrag corrigeren we aan de hand van de marktwaarde van energie, namelijk 3,3 cent per kilowattuur. We gaan uit van een installatie met een vermogen van 400 kW, die 950 uur per jaar produceert. De maximale subsidiabele jaarproductie van deze installatie is dus 380.000 kWh, gedurende een looptijd van 15 jaar. De voorlopige STJ plus-bijdrage voor één jaar is dan 31.920 euro. De 14 jaren na 2017 krijgt u ook STJ plus subsidie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van onder meer de marktwaarde van energie. Wat moet u doen om een STJ plus subsidie aan te vragen? Of u nu een kleine of een grote onderneming heeft, u maakt kans op subsidie als u een volledige aanvraag indient met een goed onderbouwd project. Een sterke haalbaarheidsstudie. Een compleet digitaal aanvraagformulier met alle benodigde vergunningen en bijlagen. Voorwaarden, rekenvoorbeelden en meer informatie vindt u op de website en in de brochure.